Monique Westenberg heeft interesse in Hazes erfenis, mogelijkheid van chantage door Rachel Hazes en biologische vader, twijfels bij André junior. In de wereld van de Hazes-familie lijkt er nooit een saai moment te zijn. Roxane Hazes heeft besloten de erfenis van haar vader, de legendarische André Hazes, te beschermen. Dit lijkt niet alleen om financiële redenen te gaan, maar vooral uit respect voor de wensen van haar vader. Wat echter intrigerend is, is het feit dat André Hazes junior, haar broer, terughoudend lijkt te zijn om de strijd aan te gaan. Is het angst, of speelt er meer? Er gaan zelfs geruchten dat André zijn biologische vader misschien niet is, wat zijn terughoudendheid zou kunnen verklaren. Ondertussen blijft de spanning tussen André Hazes junior en Rachel Hazes hoog, ondanks recente onthullingen en conflicten in de media. Het lijkt erop dat André nog steeds niet openlijk tegen zijn moeder durft in te gaan, mogelijk vanwege de publieke opinie of andere geheimen die Rachel over hem zou kunnen hebben. Monique Westenberg, partner van André Hazes junior, ziet dit alles met argusogen aan. Ze vraagt zich af of haar geliefde mogelijk een enorme erfenis aan zich voorbij laat gaan. Monique probeert zelfs André aan te moedigen om zich bij Roxane te sluiten in deze strijd. En dan is er nog het mysterie van Rachels dreiging met het publiceren van een boek. Zou dit boek geheimen bevatten die ze als chantagemiddel gebruikt? Het lijkt erop dat Rachel dit boek nog steeds achter de hand houdt om bepaalde personen onder druk te zetten. Al met al speelt er veel achter de schermen in de Hazes-familie en de situatie lijkt steeds complexer te worden. Het is een soort koude oorlogsvoering vanuit de zonnestudio. Wat er precies zal gebeuren, blijft voorlopig nog een raadsel.